De najaarstrek is in volle gang en hier op de Maasvlakte kun je dat van heel dichtbij bekijken en neem dat heel dichtbij, maar zo letterlijk mogelijk. Ik zit in de duinen, in het struweel en om me heen scharrelen goudhanen en een enkele vuurgoudhaan naar voedsel. Ze vliegen en ze hippen door het struweel, pikken al door insecten van de bladeren, zitten op de struiken, er middenin of op de grond in het zand en pikken dan vanaf de grond insecten van de blaadjes. Nou, ik zei al, neem die najaarstrek en dat van dichtbij, maar heel letterlijk. Nou, bij die goudhanen is het zo, ze komen op letterlijk een meter afstand van je naar voedsel zoeken. Soms zitten ze zelfs een halve meter van je vandaan. Moet je natuurlijk wel rustig blijven zitten, vooral niet te veel bewegen of helemaal niet. Maar dat is een leuk gezicht. Die piepkleine vogeltjes die rusteloos op zoek zijn naar voedsel en die zo tam zijn, die zo mak zijn, dat ze haast op je knie komen zitten. Leuk tafereel. En nu nog even te zien hier op de Maasvlakte. Ik zou zeggen, neem er een keer de tijd voor. En rij hier ook de duinen af op zoek naar die voorbijtrekkende vogels. En zeker die goudhanen en die vuurgoudhanen. Prachtige vogels zijn het.